Een heel goede avond. Welkom. Na Duitsland zal nu ook Nederland op slot gaan. Vanavond zal de Nederlandse regering een nieuwe strenge lockdown aankondigen tijdens een officiële persconferentie van premier Mark Rutte. En verwacht wordt dat alle niet-essentiële winkels, cultuurhuizen, pretparken en ook scholen dichtgaan. De maatregelen zouden al zeker gelden tot midden januari. Nederland neemt de drastische beslissing om zo de slechte coronacijfers opnieuw te doen dalen. Het is nog even druk in de winkelstraten van Den Haag, maar vanaf morgen moeten de Nederlanders voor een maand lang weer in hun kot. Dat heeft te maken met de slechte coronacijfers. Op straat klinkt er begrip voor de beslissing. Ja, het kan niet anders. Het is vervelend, maar je doet er gewoon niks aan. Want dit, ik bedoel, degene die corona hebben, is veel erger. We moeten rekening houden met elkaar. Hè? En dat doen we. Ik snap het wel. Ik loop hier nu rond. Ik kom niet vaak op Utrecht. Ja, voor de lockdown wel, voor de corona wel, maar nu niet. En het verbaast me eigenlijk over hoeveel mensen er zijn. Dus ik begrijp het heel goed. Ook de scholen moeten de deuren sluiten. Zowel basisscholen als de middelbare scholen moeten op online onderwijs overstappen. Dat we er thuis weer het beste van gaan maken. Ja, dat wordt wel... Maar het komt wel goed, dat kunnen ze wel. Dat betekent gewoon wat meer geregeld. Wie een bezoekje plande aan een pretpark, dierentuin of theater tijdens de kerstvakantie, moet dat ook even uitstellen. En dan naar de coronacijfers in ons land. Die dalen jammer genoeg niet langer. In Vlaanderen gaan ze zelfs weer lichtjes omhoog. Elke dag zijn er nu gemiddeld 2.231 nieuwe bevestigde besmettingen. Dat is een lichte stijging met 3% tegenover de week ervoor. In Vlaanderen is er zelfs een stijging met 8%. Afwachten nu wat de curve verder zal doen. Het is nog moeilijk te voorspellen welke kant de curve gaat kiezen de komende dagen of weken, naar boven of naar beneden. Ik zou zeggen, moest dat kerstverlof niet in aantocht zijn, zou ik een beetje vrezen voor de kant naar boven. Toch als je kijkt naar Vlaanderen, want daar zie je wel dat het aantal besmettingen lichtjes toeneemt. Zelfs het aantal ziekenhuisopnames gaat heel lichtjes naar omhoog. En viroloog Steven van Gucht is straks ook onze gast in ons journaal van 7 uur. Nu, ons land start ermee op 5 januari, maar in de Verenigde Staten is de vaccinatiecampagne vandaag al van start gegaan. Een verpleegster uit New York was de eerste die het vaccin van Pfizer en BioNTech kreeg toegediend. En dat alles gebeurt op een ogenblik dat ook in de VS het aantal doden weer fel toeneemt. Het zijn er nu 2400 per dag. De komende maanden zullen tientallen miljoenen Amerikanen worden ingeënt en dat geeft hoop. Zo zegt ook de verpleegster die de primeur kreeg. I feel like healing is coming. I hope this marks the beginning to the end of a very painful time in our history. Heeft u nog grootouders die in leven zijn, mevrouw? Ja. 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 Bent u niet bezorgd om hun gezondheid? Zeker wel, zeker wel. Voor iedereen uiteindelijk. Ja, dat blijkt absoluut niet uit dergelijk gedrag, mevrouw. Ja, ik heb een domme beslissing genomen. Ja, een domme beslissing waardoor ze vandaag voor de politierechtbank van Antwerpen moest verschijnen. En ook de komende dagen zullen nog feestvierders die betrapt werden op een lockdownparty terecht staan. Alles samen 122 mensen. Het parket van Antwerpen heeft in totaal al 63 dossiers van dergelijke verboden feestjes met alles samen 542 aanwezigen. De feestvierders die vanaf vandaag voor de politierechtbank in Antwerpen terecht staan, werden betrapt op lockdownparties tussen 31 oktober en 19 november. Het Openbaar Ministerie noemde hen respectloos, asociaal en immoreel. In de periode van de feestjes die thans behandeld worden voor uw zetel, stierven er gemiddeld 130 mensen per dag. En dat zijn natuurlijk allemaal mensen die volgend jaar geen verjaardagsfeest of geen Halloweenfeest meer zullen vieren. Op een van die feesten waren 12 aanwezigen. Er was ook veel drank en lachgas. Twee keer moest de politie het feest stilleggen. Meneer, in het procesverbaal lees ik dat u zich ontzettend arrogant heeft opgesteld naar de politie toe en dat u meent dat de politie niets heeft te zeggen over uw feestgedrag. Nee, dat klopt niet. Kijk, we hebben allemaal gedronken, dus misschien was ik dronken. Als je dronken bent, dan doe je dingen die je eigenlijk niet moet doen. Een uitspraak volgt later. De beklaagden riskeren celstraffen en een boete tot €4.000. En dan heb ik nog een sportbericht. De Belgische voetbalclubs kennen hun tegenstanders in de 16e finales van de Europa League. Club Brugge wordt als reekshoofd gekoppeld aan Dynamo Kiev.
De ploeg uit Oekraïne is geen onbekende voor de Bruggelingen. Vorig jaar schakelde Brugge Kiev uit in de voorrondes van de Champions League. De Antwerp-spelers zagen Glasgow Rangers uit de lotingpot komen. De Rangers wonnen in de groepsfase 2 keer van Standaard. De 16e finales van de Europa League worden op 18 en 25 februari gespeeld. En daarmee zijn we klaar met dit journaal. Bedankt voor het kijken en heel graag tot vanavond. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.